In veel van de teksten die aan Jan van Boendalen worden toegeschreven, wordt aandacht besteed aan de vraag hoe een stad en een land het best kunnen worden bestuurd. Zijn lezers en luisteraars konden daarmee hun politieke expertise versterken en de eigen standpunten aanscherpen. In die zin heeft Boendalen zeker ook bijgedragen aan het democratiseringsproces, dat in het hertogdom Brabant in de 14e eeuw meer en meer vorm begon te krijgen. Het meest beknopt zijn die wijze lessen samengevat in een gedichtje dat afzonderlijk is overgeleverd onder de titel Hoe men een stad regeren zal. Omdat het zo goed aansluit bij de opvattingen van Boendalen en omdat er een handschrift met zijn lekenspiegel is overgeleverd waarin het in die tekst is geïntegreerd, is men vrijwel zeker dat hij het geschreven heeft. Hoe men een stad regeren zal. Die ene stad willen regeren, Zullen deze punten hanteren. Eendrachtig zien met trouwen, gemeene oorboren aanskouwen. hoor vrihiet niet laten breken, om gemeen denk dikke spreken. Het stad bevelenden vroeden, het gemene geld nauwe hoeden en de keren te meester baten. Te vrienden houden domzaten, Terecht te rechten houden gelieke als weldarmen als de rieken. Vast te houden hoor statuten. Die kwade altos werpen ute. Getrouwe zien den heren. Dit der oudere wijsere leren. En de waar één gebrekt van dezen daar staat die stad in vrezen. Of in moderne vertaling hoe men een stad moet besturen. Wie een stad wil besturen moet de volgende punten in acht nemen. Werkelijk eensgezind zijn. Het algemeen belang voor ogen houden. De stedelijke privileges beschermen. Veel overleggen over het gemeenschappelijk belang. De leiding van de stad toevertrouwen aan wijze mensen. Het gemeenschappelijk geld goed beheren en gebruiken waar dat het meest nodig is. De mensen van buiten de stad te vriend houden. Zowel armen als rijken rechtvaardig behandelen. De wetten respecteren. Misdadigers verjagen en trouw zijn aan de vorst. Dat is de raad van de oude wijze. Als één raad in de wind wordt geslagen, is de stad in nood. Als samenvatting van goed bestuur kende dit tekstje een zeer ruime verspreiding. We vinden het in handschriften uit de 14e, 15e en ook 16e eeuw, niet alleen in de Nederlanden, maar ook in het Duitse taalgebied. Ook in het onderwijs vond het zijn weg, want nog in de 16e eeuw werd het in een handboek voor onderwijzers opgenomen. Maar de beste plaats om deze verzen aan te brengen was uiteraard de plaats waar de stadsbestuurders samenkwamen. Dat in een Gerardsbergs handschrift aan het gedicht werd toegevoegd dat het diende om op het stadhuis te schrijven, wijst alvast in die richting. En dat is ook wat men in Brussel heeft gedaan. Wie in het Brusselse stadhuis een huwelijksplechtigheid meemaakt, moet maar eens naar boven kijken. De 14e eeuwse verzen zijn daar op de balken aangebracht. Het is te hopen dat burgemeester en schepenen er nog genoeg Middel-Nederlands kennen om deze wijze lessen tot zich te laten doordringen.